In deze film maken we een viertal oefeningen rond vloeistof, vloeistof-warmtewisselaars. Dit zijn de twee oefeningen die volledig uitgeschreven staan in jullie cursus en ook een uitwerking van oefening 1 en 2 in de cursus. We spreken een aantal dingen af. Het te koelen middel is het middel dat kouder wordt. Het geeft namelijk zijn warmte af aan het koelmiddel dat daardoor warmer zal worden. De warmtewisselingscoëfficiënt is K, de oppervlakte, het contactoppervlakte tussen warme en koude vloeistof is A en we gaan hier steeds spreken over of een gelijkstroom of een tegenstroom warmtewisselaar. Zoals je al aan die opgaves gemerkt hebt, zijn dat vrij grote opgaves met veel gegevens erin en het komt er dus op neer om die gegevens op een gestructureerde manier neer te schrijven, zodat je eigenlijk aan de opgave kan zien hoe je precies deze oefening kan oplossen. We beginnen met de eerste opgave uit de cursus. Ik noem deze misschien iets wat vreemd 0a, omdat de komende oefeningen in jullie cursus 1 en 2 zijn. 0a is dus de versie van de gelijkstroom. Het is een gelijkstroom warmtewisselaar. Daar houden we zo meteen rekening mee bij onze tekenen van onze grafiek. En nu zetten we onze gegevens uit. Als te koelen middel gebruiken we water. En van dat water gaan we 20 kg gebruiken, of 20 kg per seconde bijvoorbeeld. Water heeft een soortelijke warmtecapaciteit van 4180 joule per kilogram Kelvin. En we gaan dat water afkoelen van een TW1 van 360 Kelvin. Tot een TW2 van 340 Kelvin. Dat is dus een temperatuurverschil van 20 Kelvin. 360 min 340. We houden er ons aan om dat temperatuurverschil steeds positief te houden. Als koelmiddel gebruiken we hier ook water. En van dat water gaan we 25 kilogram bijvoorbeeld per seconde gebruiken. Dat heeft uiteraard dezelfde soortelijke warmtecapaciteit, 4180 joule per kilogram Kelvin. En dat water gaat dus opwarmen. Dat gaat opwarmen van een bepaalde temperatuur, TK1 300 Kelvin, tot een onbekende TK2. Dus we kennen hier ook niet ons temperatuurverschil. Wat is verder nog gegeven? De warmtewisselingscoëfficiënt van de warmtewisselaar is 2000 watt per vierkante meter Kelvin. En de oppervlakte is hier ook niet gegeven. Dus wat gaan we moeten berekenen? De oppervlakte van de warmtewisselaar, de temperatuur van ons uitgaand koelmiddel, en dat is het zowat. Kijk even naar de gegevens en dan zie je dat van het te koelen middel eigenlijk heel veel gegeven is. Hè? M is gegeven, C is gegeven en delta T is gegeven. Van het koelmiddel ontbreken we onze delta T en van onze warmtewisselaar ontbreekt onze oppervlakte. Het is een gelijkstroom warmtewisselaar, dus dat wil zeggen deze grafiek, ik maak het mezelf even makkelijk. Dat gaat van TW1 naar TW2 en van TK1 naar TK2. Ik schrijf er onze gegevens bij. Dat gaat dus van 360 Kelvin gaan we naar 340 Kelvin. En van 300 Kelvin stijgen we naar onbekend. Dat laat ik voorlopig open. Je weet, straks gaan we hier delta T groot berekenen. 360 min 300, dus dat weten we al. Maar delta T klein kennen we hier nog niet. Oké. De oplossing. We berekenen eerst de warmte uitgewisseld door het te koelen middel. We weten daar namelijk alles van. Dat is de massa van mijn te koelen maal de soortelijke warmtecapaciteit van mijn te koelen maal de delta T van mijn te koelen product. Daar hebben we alle gegevens van. Dat is dus 20 kg maal 4180 joule per kilogram Kelvin.
maal een temperatuurverschil van 20 Kelvin. Dat levert ons hier een getal op, vrij groot, 1.672.000 joule. Maar zoals we weten, de warmte uitgewisseld door het te koelen is hetzelfde als de warmte uitgewisseld door het koelmiddel, is hetzelfde als de warmte uitgewisseld binnen de warmtewisselaar. Dus we weten ook dit, Q van mijn koelmiddel is gelijk aan Q van mijn te koelen, dat hebben we net berekend, is 1.672.000 joule. Dat betekent dus dat die 1.672.000 gelijk is aan de massa van mijn koelmiddel maal de soortelijke warmtecapaciteit van mijn koelmiddel maal de delta T van mijn koelmiddel. Of, daar kunnen we onze delta T uithalen, delta T van mijn koelmiddel is 1.672.000 gedeeld door. De massa is 25, gedeeld door de soortelijke warmtecapaciteit 4180. Als je dit berekent, dan bekom je 16. Onze delta T hier is dus 16. Nu, daarvoor dient deze tekening natuurlijk. We berekenen dat ons temperatuurverschil 16 is. We starten bij 300 en je ziet hier aan deze tekening, het koelmiddel wordt warmer. Dus we gaan 300 tot 316 krijgen. Lang uitgeschreven betekent dat deze temperatuur van mijn koelmiddel die stijgt, dus TK2 is TK1 plus delta T is gelijk aan 300 plus 16 is 316. Ik schrijf onze berekende waarde er hier even bij. Dat wordt dus 316. Nu hebben we al onze temperaturen en is het dus mogelijk om onze delta T groot en delta T klein te berekenen. Ik bereken hier even de delta T. Delta T is 360 min 300, dus dat is 60. Ik bereken ook hier even mijn delta T. Delta T is 340 min 316, dus dat is 24. Ik schrijf eerst mijn delta T's op, 60, 24. Dus ik weet dat dit mijn delta T groot is en dat dit mijn delta T klein is. We gaan dat hier even noteren. Mijn delta T groot is gelijk aan 360 min 300 is 60. Dat is dus mijn ene delta T. En mijn delta T klein is gelijk aan 340 min 316 is 24. Nogmaals, er worden veel fouten gemaakt bij die delta T, dus dat temperatuurverschil. Bij het te koelen middel en een koelmiddel, dan bedoelt men met die delta T wat het temperatuurverschil is binnen datzelfde middel. Dus binnen te koelen ga ik van 360 naar 340. Dus mijn delta T is 20. Bij het koelmiddel ga ik van 300 naar 316. Dus mijn delta T is 16. Maar op dit ogenblik zijn we aan het werken met de warmtewisselaar en gaan we dus het temperatuurverschil tussen het warme deel en het koude deel gaan berekenen. Dus in dit geval 360 min 300 of 340 min 316. Dit is onze formule voor delta Tm. Dat is delta T groot min delta T klein gedeeld door de ln van delta T groot gedeeld door delta T klein. Als we daar getallen op kleven, is dat dus dit, 60 min 24 gedeeld door de ln van 60 gedeeld door 24. Let op met haakjes bij je rekenmachine, zet zeker de teller tussen haakjes om daar geen fouten te krijgen.
Dat levert hier een temperatuur op van 39,288 Kelvin. Controleer zeker even of dat zou kunnen. We hebben hier net berekend wat de gemiddelde temperatuurverschil is. We gaan van 60 naar 24, dus we verwachten op zijn minst een getal dat tussen 60 en 24 ligt. 39 ligt inderdaad daartussen, dus dat zou kunnen kloppen. Rest ons nog het berekenen van de oppervlakte van de warmtewisselaar. Ik weet dat al die warmtes aan elkaar gelijk zijn, dus de Q van de warmtewisselaar is gelijk aan de Q. En nu kijk ik naar een van de twee warmtes, maar ik kies die warmte waarvan we al gegevens hebben, dus de Q van ons te koelen. En dat is dus gelijk aan 1.672.000 joule. Waardoor we dus ook weten dat die 1.672.000 joule gelijk is aan K maal A maal delta Tm. Daaruit weten we dus dat onze A, of onze oppervlakte, gelijk is aan 1.672.000 gedeeld door onze K is 2000, dat is hier gegeven. En onze delta Tm hebben we net berekend, dat is die 39,288. Dus daar halen we een oppervlakte uit van 21,28 vierkante meter. Dit is de oplossing van de eerste oefening. Nu, wat men in de cursus doet, is diezelfde opgave gaan gebruiken, maar nu gaat men die oplossen voor een tegenstroomwarmtewisselaar. In de cursus wordt dezezelfde opgave nog eens herhaald, maar in plaats van een oplossing voor een gelijkstroom, gaat men dit nu oplossen voor een tegenstroomwarmtewisselaar. Alle gegevens zijn hetzelfde. Water 20 kg, 4180 van 360 naar 340 koelen. Als koelmiddel ook weer water, 25 kg gaat van 300 naar een bepaald getal opwarmen. Dus we kennen hier ook niet onze delta T. K is nog steeds gegeven, de oppervlakte is nog steeds te zoeken. En hier gaan we dus de opgave voor een tegenstroomwarmtewisselaar maken. Ik heb hier voor het snelheid ook al de grafiek geplaatst van de tegenstroomwarmtewisseling en ik zal daar terug onze gegevens op plaatsen. We gaan van 360, dat is TW1, koelen we naar 340, zo. En tegelijkertijd gaan we opwarmen van 300 naar onbekend. De oplossing van het eerste deel zal er hetzelfde uitzien als de opgave van daarstraks. We weten, de warmte die uitgewisseld wordt door het te koelen middel, TK, is gelijk aan massa van mijn te koelen middel maal soortelijke warmtecapaciteit van mijn te koelen middel maal delta T van mijn te koelen middel. Of 20 kg maal 4180 joule per kilogram Kelvin maal een temperatuurverschil van 20. Dat levert ons een getal op van 1.672.000 joule. Hetzelfde getal van daarstraks. Er is namelijk niets gewijzigd, evenveel water met dezelfde temperatuurverschil. We weten de warmte uitgewisseld door mijn koelmiddel is dezelfde als de warmte uitgewisseld door mijn te koelen middel. Dat is in dit geval 1.672.000 joule. Dat wil dus ook zeggen dat die 1.672.000 joule gelijk is aan de massa van mijn koelmiddel maal soortelijke warmtecapaciteit van mijn koelmiddel maal delta T van mijn koelmiddel. Daaruit kunnen we onze delta T berekenen. De delta T van mijn koelmiddel is dus die 100
1.672.000 joule gedeeld door soortelijke warmtecapaciteit, sorry, gedeeld door de massa, dus dat is 25 kilogram, gedeeld door de soortelijke warmtecapaciteit 4180, en we krijgen, net zoals daar straks, een temperatuurverschil van 16. Ook hier blijft dat soortgelijk. We starten aan 300 graden. We hebben een temperatuurverschil van 16 graden. Dat is hier in dit geval stijgen. Dus je krijgt hier 316 als eindtemperatuur van ons koelwater. Uitgeschreven ziet dat er zo uit. Temperatuur koelwater stijgt. Dus TK2 is TK1 plus delta T. Is gelijk aan 300 plus 16. Is 316 Kelvin. Je hoeft dat natuurlijk niet zo hard uit te schrijven. Als je hier gewoon op je overzichtsschema schrijft 300 en 316, dan is dat meer dan voldoende. We hebben nu al onze temperaturen, dus we kunnen onze delta T berekenen. Delta T hier is 360 min 316 is 44. En mijn delta T hier is 340 min 300 is 40. Zoals ik al zei, bij een tegenstroomwarmtewisselaar moet je niet van buiten leren dat links groter is en dat rechts kleiner is. Je kan dus gewoon eerst de gegevens invullen en hier besluiten 44 is groter dan 40. Dus delta T groot is dit en delta T klein is dit. Ik schrijf het nog even uit. Mijn delta T groot is 360 min 316. Is 44. Mijn delta T klein is 340 min 300 is 40. En hier zien we dus al het grote verschil met de oefening van daarstraks. Toen gingen we van 60 naar 24, dus een groot temperatuurverschil naar een kleiner temperatuurverschil. En hier zie je dat dat temperatuurverschil doorheen de warmtewisselaar soortgelijk blijft. En dat is dus de kracht van zo'n tegenstroomwarmtewisselaar. De delta T blijft gedurende zijn hele lengte hetzelfde, waardoor dus gedurende de hele lengte warmte uitgewisseld wordt. En daardoor is de tegenstroomwarmtewisselaar efficiënter. Dat zal ook moeten blijken in onze gemiddelde temperatuur. Delta Tm is delta T groot min delta T klein, gedeeld door de ln van delta T groot op delta T klein. In getallen ziet dat er zo uit. 44 min 40 gedeeld door de ln van 44 gedeeld door 40. Pas op in de rekenmachine de teller tussen haakjes om daar geen fouten te maken. En dat levert een gemiddelde temperatuur op van 41,968 Kelvin. Kan dat? We starten bij een temperatuurverschil van 44, we eindigen bij 40, dus jawel, 41,97 ligt daar dus ergens tussen. Rest ons nog te berekenen wat de oppervlakte is van de warmtewisselaar. We weten dat al die uitgewisselde warmtes aan elkaar gelijk zijn, dus de Q van de warmtewisselaar is gelijk aan de Q van mijn te koelen middel. En dat is dus gelijk aan 1.672.000 joule. We weten dus dat die 1.672.000 joule gelijk is aan K maal A maal delta Tm. En daaruit kunnen we onze oppervlakte halen. De oppervlakte is dus gelijk aan 1.672.000 gedeeld door de K, die is gegeven, 2000, maal onze delta Tm, die we hier berekend hebben, is 41,97
0,968. En dat is dus een oppervlakte van 19,92 vierkante meter. Daarstraks, de warmtewisselaar die gelijkgeschakeld was, dus via gelijkstroom, had een oppervlakte nodig van 21,28 vierkante meter. Dus deze warmtewisselaar doet net hetzelfde met een kleinere oppervlakte, omdat hij efficiënter is. Nu maken we de eerste oefening uit jullie cursus. Lees rustig de opgave en probeer uit die opgave de gegevens te verkrijgen. We werken hier in een tegenstroom. Zo, voor de snelheid heb ik hier ook al de grafiek van de tegenstroom warmtewisselaar getekend. Die moeten jullie dus ook zelf kunnen tekenen. En we gaan even alle gegevens verzamelen. Als te koele middelen gebruikt men hier water. Er is niet gegeven wat de massa is van het water, dus wat het debiet is. We weten van water dat het 4180 joule per kilogram Kelvin als soortelijke warmtecapaciteit heeft. En het gaat van TW1 warm in van 90 graden Celsius naar een TW2 van 60 graden Celsius. En dat is dus een temperatuurverschil van 30. Wat meet men van het koelmiddel? Men gaat koelen aan de hand van lucht. De soortelijke warmtecapaciteit van lucht is gegeven, is 710 joule per kilogram Kelvin. Is lager dan die van water. En die lucht gaat dus opwarmen van een TK1 van 15 graden Celsius naar een TK2 van 25 graden Celsius, of hier een temperatuurverschil van 10. Temperatuurverschil van 90 naar 60 is 30, van 15 naar 25 is 10. We houden ze beiden positief, maar we weten dus wel, dit is 30 graden dalen, dit is 10 graden stijgen. Men geeft voor de rest ook dat K gelijk is aan 13 watt per vierkante meter Kelvin. En men geeft ook dat de oppervlakte van de warmtewisselaar gelijk is aan 2 vierkante meter. Ik ga de gegevens aanduiden op onze grafiek. We gaan van 90 graden naar 60 graden. En we gaan van 15 graden naar 25 graden. We kunnen dus al meteen onze delta T groot en delta T klein berekenen. Wat is hier gevraagd? Men vraagt hier dus aan de ene kant de uitgewisselde warmte en men vraagt ook wat de massa is van mijn te koelen middel of wat de massa is van mijn koelmiddel. Ik begin met het berekenen van onze delta Tm. 90 min 25 is 65, dus delta T is 65. 60 min 15 is 45, dus delta T is 45. Zo. 65 is groter dan 45, dus dit is delta T groot, dit is delta T klein. Ik schrijf het hier wat verder uit. Delta T groot is dus 90 min 25 is 65. Delta T klein is 60 min 15 is 45. Daaruit kunnen we onze delta Tm berekenen. Delta Tm is delta T groot min delta T klein gedeeld door de ln van delta T groot, gedeeld door delta T klein. In getal ziet dat er zo uit, 65 min 45 gedeeld door de ln van
65 gedeeld door 45. Pas op, in de rekenmachine zit zeker de teller ook tussen haakjes. Dan levert dat een temperatuurverschil gemiddeld op van 54,39 graden Celsius. We kunnen dus de warmte berekenen die uitgewisseld wordt door de warmtewisselaar. Die is gelijk aan K, die is gegeven, maal A, die is gegeven, maal delta Tm. Die hebben we net berekend. K is 13, de oppervlakte is 2 en onze delta Tm is 54,39 graden Celsius. Dus dat levert hier een uitgewisselde warmte van 1414 joule. Een zeer klein getal, dus dat zal niet zo met de praktijk overeenstaan. We hebben onze uitgewisselde warmte. De warmte die uitgewisseld is door de warmtewisselaar is hetzelfde als de warmte die afgegeven wordt door het koelmiddel, is hetzelfde als de warmte die opgenomen wordt door het koelmiddel. Dus kunnen we hier berekenen aan de hand daarvan wat de massa is van mijn te koelen middel en wat de massa is van mijn koelmiddel. Ik weet dus, het warmte uitgewisseld door mijn te koelen middel is gelijk aan de massa, sorry, de warmte die uitgewisseld is door de warmtewisselaar. Is gelijk aan 1414 joule. Dus we weten dat 1414 gelijk is aan de massa van mijn te koelen middel maal de soortelijke warmtecapaciteit van mijn te koelen middel maal de delta T van mijn te koelen middel. Daaruit kunnen we halen dat de massa van mijn te koelen middel gelijk is aan die 1414 gedeeld door, ik vul meteen de getallen in, 4180, het is water, maal een delta T van 30. Die hadden we hier van in het begin al. En dat levert ons ook een onrealistische massa op van 0,0112 kilogram, dus zeer laag. Dezelfde theorie kunnen we toepassen voor mijn koelmiddel. De warmte uitgewisseld door mijn koelmiddel is hetzelfde als de warmte uitgewisseld door mijn warmtewisselaar. Is ook weer die 1414 joule. Dus wat weten we? Die 1414 joule is gelijk aan de massa van mijn koelmiddel maal de soortelijke warmtecapaciteit van mijn koelmiddel maal de delta T van mijn koelmiddel. Uitgewerkt geeft dat dit. De massa van mijn koelmiddel is dus die 1414 gedeeld door, ik vul de getallen in, de soortelijke warmtecapaciteit van mijn koelmiddel is 710. De delta T van mijn koelmiddel is hier 10. Dat levert ons 0,199 kilogram lucht. Dus men gebruikt 0,2 kilogram lucht om 0,01 kilogram water te koelen. En nu de oplossing van oefening 2. Lees rustig de opgave en probeer uit die opgave de verschillende gegevens te halen. Men spreekt hier nu over een gelijkstroom warmtewisseling. Zo. Voor de snelheid staat hier ook al de grafiek van de gelijkstroom warmtewisselaar. En dan gaan we onze gegevens noteren. Als te koelen middel gebruikt men hier olie, waarvan men 3800 kg per uur gaat laten stromen.
Olie heeft een soortelijke warmtecapaciteit van 1370 joule per kilogram Kelvin. En die olie die gaat men afkoelen van TW1 van 120 graden Celsius naar een TW2 van 45 graden Celsius. Dat is dus een temperatuurverschil van 75. Als koelmiddel gebruikt men water, waarvan het debiet niet gekend is en dus te berekenen is. We weten wel dat water een soortelijke warmtecapaciteit heeft van 4180 joule per kilogram Kelvin, dus veel meer dan die olie. Dat water start aan een temperatuur van 6 graden en wordt opgewarmd tot een temperatuur van 25 graden. En dat is dus een temperatuurverschil van 19. Wat weten we van onze warmtewisselaar? De warmtewisselaar heeft een uitwisselingscoëfficiënt van 260 watt per vierkante meter Kelvin. En de oppervlakte is hier niet gekend. Dus men vraagt hier concreet, wat is de massa van het koelmiddel? En wat is de oppervlakte van de warmtewisselaar? Ik schrijf alvast de gegevens erbij. We gaan afkoelen van 120 naar 45. En we gaan opwarmen van 6 graden naar 25 graden. Het is een gelijkstroom, dus dit is de grafiek van een gelijkstroomwarmtewisselaar. We berekenen eerst de uitgewisselde warmte. Kijk even naar de gegevens. Je ziet hier bij het te koelen middel is alles gegeven wat we nodig hebben. De massa, de soortelijke warmtecapaciteit en onze delta T, ons temperatuurverschil. Dus dat gaan we even oplossen. De uitgewisselde warmte van mijn te koelen middel is gelijk aan de massa van mijn te koelen maal de soortelijke warmtecapaciteit van mijn te koelen maal de delta T van mijn te koelen is gelijk aan in getallen 3800 maal 1370 maal 75 als temperatuurverschil. En dat levert een zeer groot getal op: 390.450.000 joule. Tegelijkertijd weten we dat de warmte die afgegeven is door het koelmiddel hetzelfde is als de warmte die opgenomen is door ons koelmiddel. Dus we weten dit: K koelmiddel is gelijk aan Q van mijn te koelen middel is gelijk aan datzelfde grote getal, 390.450.000. Dus dan weten we ook dat dat getal 390.450.000 gelijk is aan massa van mijn koelmiddel maal soortelijke warmtecapaciteit van mijn koelmiddel maal delta T van mijn koelmiddel. We zoeken hier de massa van het koelmiddel, dus de massa van het koelmiddel gaat gelijk zijn aan dat grote getal 390.450.000 gedeeld door de soortelijke warmtecapaciteit van mijn koelmiddel 4180 en ook gedeeld door de delta T van mijn koelmiddel en dat is 19. En dat levert ons een getal op van 4916 dezelfde eenheid kilogram per uur van het koelmiddel dat daarvoor nodig zal zijn. We gaan nu ook berekenen wat de oppervlakte is van onze warmtewisselaar. Daarvoor hebben we weer onze delta T nodig. Hier is mijn delta T. 120 min 6 is 114. Hier is mijn delta T.
45 min 25, dat is 20. Dus we zien, dit is mijn delta t groot, 114, dit is mijn delta t klein, 20. Een zeer groot temperatuurverschil tussen de linkerkant en de rechterkant, dus deze warmtewisselaar zal zeer efficiënt zijn in het begin, maar zeer onefficiënt op het einde. We noteren dat even hier, delta t groot is 120 min 6 is 114, delta t klein is 45 min 25 is 20. Daardoor kunnen we onze gemiddelde temperatuur berekenen, is delta t groot min delta t klein gedeeld door de ln van delta t groot gedeeld door delta t klein. In getallen is dat dit, 114 min 20 gedeeld door de ln van 114 gedeeld door 20. Pas op in de rekenmachine, teller 114 min 20 tussen haakjes zetten. Dat levert ons hier een temperatuur op van 54 graden Celsius. Dat ligt tussen de 114 en de 20, dus het is een mogelijke oplossing. We hebben onze delta Tm en we weten dat de warmte die uitgewisseld is door de warmtewisselaar gelijk is aan onze twee andere warmtes, de warmte die opgenomen is door het koelmiddel, de warmte die afgegeven is door mijn te koelen middel. Q te koelen middel. En dat is dus weer gelijk aan dat grote getal, 390.450.000 joule. En we weten dus dat dat getal, die 390.450.000, gelijk is aan mijn K maal A maal delta Tm. Warmtewisselingscoëfficiënt maal oppervlakte, contactoppervlakte van de warmtewisselaar, maal onze gemiddelde temperatuur. We zoeken onze oppervlakte, die is dus gelijk aan 390.450.000 joule, gedeeld door onze K, die is gegeven, 260, gedeeld door delta Tm, die hebben we net berekend hier, 54. Dus dat levert ons een zeer grote oppervlakte op van 27.805 vierkante meter.